Hallo guys, van Nieuwte. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Max van Heijer de vorige aflevering. Ben ik in Oostenrijk een beetje, nou ja, uitgebreid. Behalve, ik vind het nu eigenlijk wel een beetje tijd om eens een keer weer als Duitsland een beetje te gaan kloten. En nou ja, we gaan eens even zien hoe goed we gaan doen. Ik zit er een beetje over na te denken om gewoon een beetje oorlog te gaan voeren. Dat is wel simpel gezegd wat ik mee bezig wil gaan. Dus, ik wil waarschijnlijk gewoon eerst Polen misschien gaan aanvallen. En daarna zie ik het wel. Hopen dat het goed gaat, want ik weet het echt niet. En daarna kunnen we hier dan ook nog een fortuin maken, mocht het aangevallen worden door de Sovjet-Unie, je weet maar nooit. Zo. In ieder geval, we gaan ook eventjes eventjes. Zo doen. Beetje hier en daar, maakt allemaal niet echt heel erg uit. Deze doe ik ook alvast eventjes, zodat we wat meer resources hebben die we kunnen gebruiken. Daarna wil ik ook vooral een beetje anti-air zetten. Hier en hier hebben we dus dat al, dus dat maakt zich niet veel uit. Dan gaan we deze ook alvast even regelen. Wil ik ook wat meer focussen naar vernieuwdere boten. Dus echt gewoon de destroyers en dat soort dingen. En dan mag jij wel gewoon deze. Okay, dan hebben we natuurlijk ook nog wat military factories. Hier nog even wat opgezet. Jij mag wel eentje minder. Ik wil ook wat meer panzers hebben. Misschien nog wat van jou. Deze die kan dan dus wel eigenlijk weg. Die hebben we dan in principe niet meer nodig. Dus je is Indies. En Venezuela. Maakt op zich niet uit. Dan gooien we de Oostzeevloot en deze. Die gooien we dan mooi even hier allemaal bij. Kriegsmarine die kan allemaal gewoon blijven. Kriegsmarine die wil ik volledig eigenlijk een beetje op gaan focussen. Dus de... Deze die heeft dan die. Die strooien ze mogen een zeevloot hebben. Kriegsmarine. Deze mogen wel unlimited zijn, behalve de battleships die hoeven maar twee te zijn, vind ik. Maar ja, dan hebben we natuurlijk een vliegtuig nog niet, maar dat maakt het op zich niet uit. Dan ga ik toch wel waarschijnlijk een beetje focussen op. Frankrijk. Dat lijkt me wel handig om te doen. Nou, dan hebben we gelijk nog wat superiority hier. Ook top. Dus Vienna op boord. Gaan we gelijk eventjes doen voor Hongarije. Volgens mij krijgen ze dan een soort van Slovakia, denk ik. Blitzkrieg theorist. Maar dan moeten we natuurlijk wel even NTR daar neerzetten. Kennedy Depression Recovery. Ja, kijk, nu hebben ze. Zoals in Slovakia. Ik ga ze ook alvast gewoon een beetje boosten. Zodat ze in ieder geval wat meer richting de fascisme gaan. En dan ga ik gelijk eventjes bij jou doen, denk ik.
Oké, deze gaan we even Turkije eventjes doen. Kijken, misschien kunnen we Turkije ook wel eventjes fascistisch maken. Nu ze er toch nog niet in de 7er pack zitten. Dus we moeten gelijk maar eventjes doen. Deze zet ik toch wel even zo neer. En we wachten natuurlijk nog wel een beetje met oorlog, maar... Oeh, daar kunnen we natuurlijk ook nog wel eventjes wat voor doen. Jullie eventjes eerst hier gaan laten helpen. Eigenlijk zoveel mogelijk van het grond nemen wat we kunnen. Dus die zet ik wel even op erg van Manstein. Ja, die. Oké, we hebben in ieder geval de poort. Ja, is goed. Dus dat zal betekenen dat we wel attrition moeten krijgen. Dus dat scheelt. Daarom wil ik jullie eventjes hier opzetten. Dat daar een beetje het front een beetje collapse. Dus eigenlijk wil ik jullie een beetje, opnieuw tekenen. Gewoon naar Valencia toe hem. Eerst die even aanvallen. Oeh, dat is een goed idee. Een front maken langs de rivier. Ja, dat is een goed idee. Behalve, ik kan niks zien tot die lijnen hier. Zo. Nice. Yes, nice. Nee, dat mogen we niet hebben. Dit mogen we niet hebben.
echt waar. Dan is het ene punt. Dan is het weer een ander punt. Ja, nee, tuurlijk. Zo willen we ook niet. Toch een two-sided economics. Kom hier. Oh, doe dat dan maar gelijk even. Hebben we gelijk even twee divisies even encircled. Oké, volgens mij zijn we nu wel aan de binnenhand. Serieus. Oh ja, nu zijn we zeker aan de binnenhand. Lekker hoor. Doe jij daar helemaal? We zitten daar met onze air superiority. Misschien moeten we gewoon even wat vliegtuigen hier naartoe halen. Mag dat? Nee, oké, dan niet. Maar ik kan het in het echt wel. Nu geen circlemans meer. Nou ja, misschien. Wat ik nu probeer te doen is eigenlijk gewoon een noord- en een zuidenfront te krijgen. Het noordenfront gaat naar Barcelona en de rest gaat naar Murcia en Valencia, waar ik nu mee bezig ben, maar oké. Het ziet er nog uit dat we dit wel gaan winnen, dus dat is heel erg mooi. Oké, dat is een sterk punt, dus daar moeten ze met z'n beiden aanvallen. Dit sterkpunt is nu mag dat wel weer even aangevallen worden. Ja, dat is wel een heel sterk punt. Hoppakee, got him. Ik denk dat wij beter het Noordenfront kunnen helpen. Dus laten we dat gewoon doen. Misschien beter deze even aanvallen, denk ik. Vier divisies, jezus.
Nou ja, dat is echt wel. Dat verliezen ze nogal een beetje meer tanks. Ik denk dat ze het in het zuiden wel kunnen redden, denk ik. Nou, dan hebben we ook nog een Sovjet-divisie. Sovjet tegen de. Tegen de Duitsers. Dat is wel heel toepasselijk. Oké, okay, ja, het is over. Ze hebben nog maar 4 van die kleine provincietjes. Nou, moet ik nog genoeg zeggen. Sovjet-divisies zijn sterk. Jezus. Barcelona moeten we hebben. Top. Ze zijn ermee klaar met de battleships. Ah. Is het nu toch al klaar? Hebben we er eigenlijk nog wel 2 meer waarbij hebben? Waarom niet? Kijk, dat ziet eruit alsof het drastisch verliest. Dat gaan ze waarschijnlijk ook wel. In het zuiden maken ze weer een beetje zo'n extensie van het front. Industrial concern. Oké, dat moet wel een peulenschil zijn van iedere kant. Weet je wat? Ik heb eigenlijk nog nooit met carriers gekloord. Dus ik ga het gewoon een keertje doen. Deze doe ik naar de medium. Kijk, dit wordt de submarine 3. Dit wordt de destroyer 3. Och, dat zal helpen. Dit moeten we weer. Hoppakee. Hey, eindelijk gewonnen. Jezus, Mina. Oeh. En mijn robot heeft het in ieder geval gefixt. Dat is helemaal top. Ja. War economy vind ik wel prima. Oké, dan gaan we gewoon alvast even justifyen. En misschien dat we ze nog wel aangevallen. Misschien. Jullie zijn al fascist. Jullie zitten in de Sabbath Pact. Leuk. Staat ook niks bij mee. Jullie worden ook al fascist. Oké. Ik ga nog eventjes de vliegtuigen. Of gewoon een beetje neerzetten. Hoe het kan, want dan zitten ze al een beetje op te wachten. Wat top hoor.
Deze doe ik in Northern Germany. En dan wil ik er gewoon nog even één oorlogje doen voordat ik ga afsluiten. Deze die kan ik beter even hierin zetten, denk ik. Oké, okay, dan wil ik nu de Ventusse Detten, nee, de Anschluss eerst. Zit daar met de OC-vloot, hoeveel schepen hebben ze daar al? 23 ongeveer. En jullie hebben al de 30. Nice. Oké, maak maar even gewoon een rond getal van. Oké, deze die gaan we ook alvast even researchen. Het is wel net zo handig om te hebben. Oké. Zet er gewoon bij Rommel neer. Oké, Polen dat gaat wel kapot, zo te zien. Mooi. Dus Italië gaat in ieder geval niet joinen in de Axis. Dat is op de ene kant wel goed, maar aan de andere kant ook wel zo van kut. Want dat betekent wel dat we in ieder geval Nederland en zo moeten aanvallen om überhaupt de Fransen überhaupt te kunnen kapot krijgen. Komt geen last. Ik wil 4 carriers. In divisies. Ach. Nee. Really? Oh, nee toch. Motherfucker. Oké, dan. De Engelsen willen oorlog. Goh, dan krijgen ze oorlog. En nu annexeer ik ook alles. Dus ik was juist van, oh, ik maak er nog een puppenstee van. Nee. Nu niet meer. Panzerkampwagen 3. Dan gaan we die even gelijk even de template ervan aanpassen. Medium tanks.
we gelijk door met de Panzer 4. Zetten we deze mooi naar de medium tank neer. Dat betekent dat we meer tungsten nodig hebben, dus. Zweden is het dichtstbijzijnde, dus laten we dat maar even doen. Maar ik zet de Kriegsmarine ook nog niet naar buiten, dus dat is in ieder geval één ding. Oké, nu hebben we in ieder geval ook al een muur. Veel op chagas voor elkaar. Zo vaak ja. Want we hebben nu toch al oorlog met de allies. Dus wat heeft er dan voor nut om nog de Mantis of Death nou te gaan doen? Volgens mij helemaal niks. Oké, dat gaat wel kapot. Dit gaat wel kapot. Dat is eigenlijk gewoon alleen Warsaw en zo en dat soort dingen. Oké, ja, dat is over. Volg hem even een beetje te trollen. Hoppakee. Gooi gelijk hier even SGPRT op. Oké, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.